Minimumloon naar 14 euro per uur of de basisbeurs terug? Oeh. Nou, laten we dan minimumloon doen. Ja, kijk, ik vind het ontzettend belangrijk. Allebei vind ik heel erg belangrijk. Want het gaat erom dat je die onzekerheid weghaalt bij mensen. En we zien nu gewoon dat er heel veel jongeren... want het zijn met name ook heel veel jongeren die op dat minimumloon zitten... dat ze gewoon niet rond kunnen komen, zelfs als ze fulltime werken. Naast alle andere onzekerheden die je al hebt. Dat je niet een vast contract hebt. Dat je geen toegang krijgt tot de woningmarkt. Dus ik zat meer te denken aan een vuurpeloton. Hè, snel antwoord geven van waar help je meer mensen mee... dan misschien met de basisbeurs. Dus het was meer de volume waardoor ik dacht... nou, als we dat minimumloon omhoog kunnen doen... maar het is natuurlijk hopelijk niet iets wat je hoeft uit te wisselen. De Partij van de Arbeid heeft gezegd dat minimumloon omhoog... de komende 4 jaar naar 13 euro... en verder omhoog naar 14 euro in de jaren daarna. Dat is gewoon een absolute rode lijn voor ons. Alle partijen hebben een beetje een stereotype. En zo ook de PvdA... we hebben dus ook onze volgers gevraagd en zij vonden eigenlijk dat het was een beetje een partij waar hun ouders of grootouders op stemden. Een beetje vergaande glorie. Kunt u zich vinden in dat stereotype? Ja, je denkt toch niet dat ik hier natuurlijk met ja op ga antwoorden? Ja, het is in ieder geval een van de oudste partijen in Nederland, dat klopt. Weet je, ik wil ook niet iets zeggen wat gewoon niet klopt. En ik weet, ik heb niet alle Kamerdebatten kunnen kijken... omdat ik zelf ook nog lid ben van het Europees Parlement. Dus ik wil, weet je, ik vind het belangrijk, ook in verkiezingstijd... dat je wel gewoon dingen vertelt die kloppen. Ja. Dus ik weet dat er in ieder geval een heel Kamerdebat is geweest... over hoe kunnen wij mensen compenseren. Dat de Partij van de Arbeid daar ook inderdaad voorstellen heeft gedaan... voor eventueel een extra gratis jaar studeren... Ik ben ook in gesprek geweest op diezelfde avond dat dat Kamerdebat had plaatsgevonden met studenten. En waarvan inderdaad een aantal mensen ook zeiden, ja, maar ik ben dit jaar al klaar. Ja. Wat is dan de compensatie voor mij? Hè, daar kan ik dat concrete antwoord niet op geven, behalve dan om terug te komen. Ik weet dat een van de problemen die er is gewoon de enorme onzekerheid waar studenten in zitten. En dat is dat ze nu misschien nog moeilijker... aan een baan gaan komen. Of dat ze nog moeilijker, als je aan het afstuderen bent... aan een stageplek gaan komen. Of gewoon straks, als je weg moet uit de stad waar je hebt gestudeerd... omdat je uit je studentenhuis moet...